Dozen vol met boeken van Marjan Berk zijn te vinden in de kelder. De grote vraag is, hoeveel boeken staan er nog thuis in de kast? Ik wil niet weten. Ik heb er net weer 3 bijgekocht. De boekenliefhebster heeft moeite de boeken weg te doen. Toch is de Utrechtse boekenbar voor haar de beste plek. Een boek heeft bestaansrecht, vind ik. En als ik in de gelegenheid ben op deze manier bestaansrecht, nieuw leven, nou, dan mag het van mij. Dan vind ik het ook niet zo pijnlijk meer. Dat Marjan 4000 boeken had verzameld, ging eigenlijk vanzelf. Het ging zelfs zo ver dat ze een aparte rekening had bij haar favoriete boekenwinkel. Je loopt naar binnen en je denkt, oh, en je neemt het meest pakkend in en ze schrijven het op. Dus toen ze overgingen naar de grote boekhandel, dan moesten ze opruimen. Toen had ik 2000 euro schuld. En die heb ik toen in 5 maanden afbetaald. In de boekenbar staan alle boeken netjes op titel. Maar bij de collectie van Marjan is dit niet het geval. Tot vreugde van de bezoekers. Ja, maar het heeft ook alweer wat. Omdat je gewoon allemaal verschillende dingen tegenkomt. Er zitten ook reisboeken tussen en autobiografieën. En ik vind het leuker dan alles op een rijtje. Afscheid nemen van de boeken is lastig. Want voor Marjan is een boek meer dan een boek. Als je echt een fantastisch boek hebt gelezen en het is uit, dan breekt er een vreselijke periode aan. Want het is net als een verloving die verbreekt. Je kan God zo mogelijk meteen door in een volgend prachtig boek. Dat kan je niet.